Hallo allemaal, welkom bij mijn eerste video. Voor mijn eerste video heb ik voor jullie een shoplog. Ik denk dat dit ook wel echt de perfecte manier is om mijn YouTube kanaal te beginnen. Dat komt omdat ik gewoon super erg van shoppen hou. Ik hou gewoon van alles rondom mode. Ik koop eigenlijk elke maand wel weer wat nieuwe kleding. En daardoor merk ik ook wel dat ik een hele volle kast begin te krijgen. Maar met Black Friday heb ik natuurlijk ook hartstikke veel geshopt. Dus ik ga jullie nu alle items laten zien. Ik heb onder andere van Costus, van Bristol, van The Only en van Zalando. Dus veel plezier. Oké, laten we beginnen met Costus. Want ik heb nogal een grote tas van Costus. Ik moet je zeggen, de hele winkel was met 50%. Dus ja, ik ben best wel losgegaan. Ik vond het echt, ik vind Costus een hele leuke winkel. Maar ik vind het wel heel erg duur. En nu met 50%, het was nog wel duur. Maar het was niet zeg maar dat je denkt, oké, dit heb ik er echt niet voor over. Of, want het is gewoon super mooie kwaliteit. Dus daarom dacht ik, Costus, ik heb me echt helemaal losgekocht. Dus het eerste item is dan ook wel echt het item waar ik het meest blij mee ben, denk ik. En waar ik ook het meeste naar op zoek was, al best wel lang. En dat is deze zwarte blazer. Kijk, het is gewoon een basic zwarte blazer. Ja, jongens, je zou het niet bedenken. Ik heb zoveel kleding, maar ik heb dit gewoon nog niet. Tenminste, ik had dit nog niet. Nou, ik vind hem dus echt heel mooi, want hij valt net over mijn billen heen, zeg maar. Ja, je ziet er natuurlijk niet heel veel van omdat hij zwart is, maar er zit hier een knoop. En er zitten gewoon zakken in, die heb ik ook al uitgestikt, dus die kan je gewoon gebruiken. En aan de achterkant zit er, nou ja, je kan natuurlijk ook gewoon vaststrikken. Zit er zeg maar nog een strik en die heb ik tot nu aan de achterkant zitten. Dat hij wat mooi tailleert, maar je kan het natuurlijk ook gewoon aan de voorkant doen. En dan is hij eigenlijk gewoon, ja, ook kan hij heel mooi dicht. Ik heb het normaal eigenlijk niet met een blazer, maar ik vind hem met deze eigenlijk wel heel erg leuk. En deze heb ik in een maat L. Nou ja, ik vind het gewoon heel fijn als het een beetje oversized zit. Voor mij hoeft het allemaal niet zo strak en weet ik veel wat. En hij was, ja, ik heb even de bon erbij gepakt. Hij was, normaal was hij dus €70 en ik heb hem dus nu voor €35. Dus dat is echt, echt heel fijn, want het is gewoon echt hele mooie kwaliteit. Er zit ook nog schoudervulling in. En ik ga jullie nu een aanbeeld laten zien. Dus dat is deze blazer. Heb ik dit rokje. Echt super schattig. Ik moet je ook zeggen, jullie gaan echt verder in deze shop nog zien. Dat ik echt allemaal van dit soort, ja, hoe je het noemen, wat kakachtige stofjes heb gedaan. Een beetje kledepoel. Ja, echt dat soort dingetjes. Nou, het is gewoon een heel schattig rokje. En deze heb ik in een maat 42. En was nu dus zeg maar van, oh, even scherp stellen. Was nu dus zeg maar normaal €50 en hij was al voor €15 afgeprijsd. Deze heb ik nog niet met de Black Friday sale gekocht, want op de sale artikelen ging niet meer 50%. Maar echt super goedkoop, €15 voor zo'n mooi rokje. En nou, echt heel blij. Dan heb ik nog dit broekje en dat is een pakje met samen met een jasje. Nou, het broekje is gewoon zo'n kort broekje. Ja, ik vind dat dus echt heel leuk. Dat is echt helemaal nieuw nu deze winter, herfst. Met een panty eronder. Leuke Dr. Martens of zo. Nou, dat vind ik helemaal leuk. Het heeft een ritje aan de zijkant. Dus best wel fijn. En deze heb ik in een maat L. En ja, het heeft ook gouden knopen. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien. Maar volgens mij stelt hij niet zo heel goed scherp. Ziet het wel een beetje. Maar ik vind het heel fijn. Want ik draag eigenlijk alleen maar gouden sieraad. En deze was dan normaal €45. En nu dus €22,50. En het is echt zo'n heel mooi dik stopje. Het zit gewoon echt heel lekker. I mean, je denkt, nou, het is zo'n stofje. Dat zit niet altijd heel lekker. Maar het zit echt super lekker. Dan daarbij heb ik dus dit, ja, blazer jasje achter. Het valt net iets over de rand van het broekje. Want het broekje is best wel high waist. En ja, het is eigenlijk een soort van blazertje. En er zit dus hier knopen. Je kan hem dicht dragen. Er zit hier dan nog een zakje. En ja, ik had hem eerst dicht aangedaan. Maar ik vond hem dicht dus niet zo leuk. Dus ik doe hem eigenlijk gewoon open met dan een shortje eronder of zo. Of een trui. Nu met de winter. En ja, deze vind ik ook echt super leuk. Deze heb ik in een maat M. En deze was, normaal €60.
En nu dus 30 euro, dus vind ik ook echt helemaal niet duur. Daar heb je echt voor 55 euro een heel mooi leuk setje waar je ook gewoon super lang mee kan doen. Wat echt tijdloos is, want het zijn gewoon de kleuren zwart-wit met beige eigenlijk. En een klein glittertje erin. Dus echt super leuk, echt heel blij mee. Dan daarna heb ik hetzelfde broekje. Als de... Hij stelt echt niet scherp. Hij is echt heel erg overbelicht. Door dat zwarte kleur wordt hij altijd zo snel overbelicht. Maar dit zwarte broekje is hetzelfde broekje als die ik net liet zien. Maar dan in het zwart. En er zit ook een klein glittertje in, zoals je ziet. En hier zit dan geen printje op. Nou, hier was ik echt naar op zoek. Want ik vond het zo leuk hoe al die meisjes dan zo'n zwart broekje met een leuke trui combineerden. En dan echt super casual. En ik vind het ook wel leuk dat er een glittertje in zit. Zeker nu we in de decembermaand zitten, vind ik altijd super leuk om een glittertje te dragen. Want dat hoort natuurlijk bij de feestdagen. Het enige jammer hier aan is dat deze wel zilveren knopen heeft. Dus geen idee waarom ze hebben gekozen bij die andere voor gouden en deze voor zilveren. Maar dat mag ik net niet drukken, want ik vind het wel echt een... heel leuk broekje. En ja, ik heb hem ook al aangehad. Dus. En deze heb ik dan weer wel in de maat. Ik heb echt geen flauw idee waarom. Ik heb hem zelfs nog in L aangehad. Maar toch heb ik gekozen voor een XL. Ik heb geen idee. Maar deze in ieder geval echt heel blij mee. En dan als laatste van de kostes. En ook wel een van mijn favoriete items. Is dit jurkje ook al aangehad? Ja, ik heb echt denk ik de helft van de items al aangehad. Want ik was er zo blij mee. Ik ben de avond tevoren ben ik uit eten geweest. Als we naar Kostens waren geweest. En ik heb deze gelijk aangedaan. Het is ja een beetje paars, roze, roodachtig jurkje. Iemand zei ook echt tegen mij van, nou ik weet niet precies welke kleur het is. Dat maakt het wel een beetje raar. Maar dat vind ik ook wel weer heel leuk. Want het is een hele specifieke kleur. Je ziet niet zomaar iemand ermee... Mee zitten, zeg maar. Dus ik vind die knoopjes, nou, dat vind ik echt geweldig. Ik vind het helemaal feestelijk. Ik denk ook echt dat ik hier jurkje op mijn verjaardag ga dragen. Ik vind hem zo mooi. Heeft hij ook gewoon een band in het midden, wat eigenlijk gewoon leuk genoeg is. Normaal ben ik wel zo'n persoon van, oh, dan doe ik een riempje bij. Maar met deze vind ik het eigenlijk gewoon, hij is gewoon uit zichzelf heel erg leuk. En ja, eigenlijk gewoon super leuk. Het stofje kreukelt wel een beetje naar de was, maar je kan het gewoon strijken. Ik heb hem in een maat M. En echt heel blij mee. Hij kostte normaal 30 euro. Normaal 60 euro en nu 30 euro. En dat broekje trouwens was ook 22,50, net zoals dat andere broekje. Dus echt super goed geslaagd bij de kosten. Echt heel blij mee. Oké, dan gaan we verder met de items van de Only. Bij de Only heb ik twee jassen besteld. En het waren eigenlijk twee jassen die ik al heel lang wou. Eén jas die ik eigenlijk net iets te duur vond. En één jas die ik eigenlijk al heel lang zocht en eindelijk op de website had gevonden. De ene jas, zal ik maar gewoon eerst mee gaan beginnen. Dat is deze jas. Het is een spijkerjasje. Een beetje een kropmodel. Ik vond hem eigenlijk in eerste instantie te duur, want ik had hem al ergens aangehad. En toen was hij 80 euro en ik vond 80 euro gewoon best wel heel erg duur. Dus, maar ik was zo verliefd op die details zo bij de mouwen, dat het zo'n, ja, soort van extra mouw heeft. En dan dit wat erop gestikt was met allemaal, ja, een soort van kraaltjes, diamantjes erop. Echt heel mooi. En dan de gouden details. Alles is goud, de knopen zijn goud, de steentjes zijn goud. Ik vind het echt gewoon heel erg mooi. Alleen, ik vond 80 euro echt te veel. En toen ging ik op de site kijken van Only. Van, joh, hebben ze misschien nog ergens deze week Black Friday? En toevallig die dag dat ik op de site was, waren alle jassen met 20%. Dus ik was er van, oké, het is gewoon een soort van meant to be. Ik kan hem altijd bestellen en dan nog terugsturen. Want, weet je, ik hoef hem niet te houden. Maar ik was zo verliefd. Ik was zo erg zo van, nou, ik heb hem nu nog een keer. En nu wil ik hem gewoon houden. Dus, deze jas heb ik in een maat... L, want ik vond het wel leuk als hij een beetje wat groter was. Ik heb er dus nu met 20% korting had ik er 64 euro voor betaald. En ik ben ook member geworden, waardoor ik nog 10% korting kreeg. Dus ik heb er uiteindelijk 57 euro voor betaald. En dat vind ik hem misschien nog steeds niet helemaal waard. Maar ik ben wel gewoon heel erg verliefd op deze jas. Dus ja, ik ga hem wel houden en ik ben er gewoon heel erg blij mee. En ik zie mezelf al helemaal, ja, nu heb ik er helemaal niks aan. Maar ik zie mezelf al helemaal flaneren in de lente en in de zomer. Dus ja, ik ben er wel echt heel blij mee. En nu ga ik hem gewoon lekker dragen over jurkjes op school of als ik ergens ben. En dan de tweede jas van Only is deze jas. En ik kan hem jullie niet eens op camera laten zien, want hij is gewoon echt
super lang. Hij is echt heel lang. Er blijft echt zo'n stukje been van mij, zeg maar, over. En ik ben hier zo blij mee. Ik was hier al zo lang naar op zoek, want ik heb het altijd zo koud in de winter. Dus ik heb zoiets van, ik wil echt gewoon een hele warme jas. En nou, dit is echt een warme jas. Hij is gewoon heel lang. Je kan er dus ook heel makkelijk mee fietsen, want hij heeft aan de onderkant, heeft hij zeg maar een dubbele rits. Dus dan kan je het omhoog doen een stukje, waardoor je gewoon eigenlijk heel makkelijk ermee kan fietsen. En nou ja, ik heb hem dan wel in een maat L. Eigenlijk een maatje te groot, maar dat heb ik expres gedaan, want ik hou er niet zo van als een jas zo strak zit met een trui of zo. Ik draag in de winter gewoon veel laagjes, veel dikke trui. En dan vind ik het niet fijn als het dan zo strak zit met een trui. Dus daarom heb ik hem maat L gedaan. Hij staat het leukste eigenlijk open, want dan staat hij wat vlotter dicht. Zie ik er eigenlijk gewoon uit als een soort van, ja, laten we zeggen, iemand zei tegen mij burrito. En ik vind het wel een goed woord. Dus eigenlijk is hij het mooist als hij open staat. Maar dicht is hij natuurlijk super lekker. Dus jullie gaan het zien bij de aanbeelden. Want ik kan er zo echt heel weinig van laten zien. Behalve dat hij zakken heeft met drukknopen. Dus ja, wel op zich fijn. Er zit ook een zacht stofje in de zakken, wat ik echt heel fijn vind. En het allerfijnst vind ik nog wel dat er echt een hele diepe binnenzak in zit. Er zit niet een rits in of zo. Het is wel gewoon een open vak. Maar ik hou echt van binnenzakken. Want dan kan ik daar gewoon mijn telefoon in doen in de winter. En als het dan regent en zo, weet ik gewoon zeker dat hij wat minder water opkomt. Of helemaal geen water. Dus daar ben ik echt met deze jas heel erg blij. En deze jas was eerst €90. En toen ging er dus 20% korting af, waardoor die €72 was. En met mijn 10% korting, omdat ik member ben geworden, was hij uiteindelijk €64. Dus dat vind ik echt helemaal niet duur voor zo'n jas. Want ik heb hem ook bijvoorbeeld bij de Primark gezien, maar dan was hij nog wel wat korter. En dan was hij al €45. Maar ik dacht, als ik deze ga dragen in de winter, dan word ik alsnog er doorheen helemaal koud. Want het was gewoon heel erg dun en deze is zo dik. Dus ik ben echt heel blij en ik vind het echt niet duur voor de kwaliteit die ik krijg. Van de Zalando. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kijk echt nooit op Zalando. Ik ging terugkijken ook in de history, zeg maar, van dat ik had besteld. Het enige wat ik had gezien was iets van een Calvin Klein BH, echt 4-5 jaar geleden. En daarnaast een cadeautje voor mijn vriend toen de tijd. Dus ik bestelde echt helemaal niks. Maar ik zag ineens dat ze echt super leuke sale hadden. Ik was eigenlijk nog heel erg op zoek naar een zwarte schooltas. Dus ik ging even kijken of ze daar leuke tassen hadden. Nou, natuurlijk hebben ze heel veel leuke tassen. Ook van Guess en van Michael Kors en zo. Maar ik wou deze keer wel gewoon een wat goedkopere tas. Omdat het natuurlijk wel voor school is. Het moet ook echt ook praktisch zijn. En meestal zijn die tassen dat niet, omdat ze toch net wat kleiner zijn. Ik heb één Michael Kors tas, maar daar past eigenlijk alleen letterlijk mijn laptop in. En meer niet. Dus ik ben voor deze tas gegaan. Deze tas is van Anna Field. En ik moet je zeggen, ik vind dat zij echt, of zij, hij, ja, ik weet niet, dat merk, echt hele mooie tassen heeft. Want ik had echt gewoon een stuk of 5 tassen of zo in mijn favoriet staan van dat merk. En ik had eigenlijk eerlijk begin helemaal niet door dat het dat merk was. Dus uiteindelijk ben ik maar gaan zoeken op het merk. Want ik dacht, nou, blijkbaar vind ik dit heel leuk. Maar echt heel blij mee. Hij is gewoon groot genoeg dat mijn laptop erin past, schoolspullen. Ja, eigenlijk gewoon alles. Ja, hij is wel, ik merk wel dat hij iets kleiner is. Dat ik niet echt al mijn boeken mee. Maar dat doe ik meestal ook niet. Want dan neem ik wel echt mijn rugtas mee als ik dat moet hebben. Ik moet je ook zeggen, hij is alweer echt in volle gebruik. Er zit echt alweer van alles in. Maar er zit hier dus nog een vakje, zeg maar, gewoon met een ritsje. En dan aan de andere kant, zal ik omdraaien. Aan de andere kant zitten, ja, een soort van telefoonvakjes noem ik het altijd maar. Daar stop ik meestal mijn telefoon in. En dan aan de voorkant zit er hier nog met een drukknop nog een los vakje. Wat ik ook echt heel fijn vind. Ik stop daar meestal mijn oplader in. Of pennen of zo als ik geen etui meer wil nemen. En je hebt dus gewoon zo'n kort hengsel, zeg maar. En ik vind het echt een hele fijne tas. Hij is ook echt in volle gebruik nu. Ik ben gewoon heel erg blij. Want ik heb nu een bruine en een zwarte tas. En ik denk dat als je die twee tassen hebt, dat je gewoon niet mis kan gaan. Omdat, ja, het zijn gewoon twee de basic items. En ik was gewoon heel blij dat ik nu een zwarte tas had. Want een bruine tas staat gewoon niet leuk bij elke outfit. En als tweede heb ik iets gekocht wat ik eigenlijk al heel lang wou. Echt, ik denk al 5 jaar of zo. Maar ik heb het gewoon elke keer niet gekocht. Ik wist ook eigenlijk niet waar ik het moest kopen. En toen ging mijn zus, het was echt om 2 uur 's nachts of zo. Gingen wij, terwijl we in quarantaine waren, kijken naar, oké, wat is er allemaal op Zalando? En zij zegt, oh, dit is ook leuk. Dit vind jij toch ook leuk? Toen dacht ik, hoe kan dat nou in de sales zijn? Dat was deze pet. Ja, hoe heet het? Het merk eigenlijk? Ja, ik zal het dus weer niet mee. Oh ja, New Era.
En ik heb deze pet echt, nou ja, dat ik in de eerste of in de tweede zat, ik zit inmiddels in de zesde, heb ik hem van zo'n jongen echt de hele tijd gestolen en nam hem elke keer binnen huis. Nou ja, hij vond het natuurlijk allemaal oké hoor, maar... En ik vond hem zo leuk en toen had ik hem in het grijs gekocht en ik wist eigenlijk niet waarom ik hem in het grijs had gekocht, want ik vond zwart gewoon echt heel erg leuk. Dus nu heb ik hem in het zwart gekocht. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik wil hem eigenlijk elke dag op, alleen ik weet dat ze op school gewoon gaan zeggen, ja, je moet hem af, ja, je moet hem af, ja, je moet hem af. Dus... Ik vind hem zo leuk, ja. En deze was dus, nou ja, ik voelde me wel een beetje kut. Want hij is normaal €20. Ik had hem nu voor €16. Dat is heel fijn. Maar toen keek ik een dag of twee dagen later en toen was hij voor €14. Dus toen dacht ik wel van, oh, dat is dan wel weer jammer. Of hij was zelfs €13. Hij was ineens echt vet verlaagd. Dus, maar ik ben er nog steeds heel erg blij mee. En ja, echt toevoeging naar aan mijn kast. Als laatste twee dingetjes. Twee paar schoenen. PSV, een paar laarzen. Waar ik echt... Ik ben er zo niet normaal blij mee. Echt niet normaal. Eerste paar is van Bristol. En dat zijn deze. En ik zie dit soort laarzen dan altijd aan het begin van het seizoen. En dan denk ik €50. Nou nee, ik heb gewoon heel veel laarzen. Dus dan geef je gewoon niet snel €50 uit aan een paar laarzen. Tenzij dat je ze heel erg mooi vindt. En dat ze ook van echt leer zijn. Want deze zijn bijvoorbeeld niet van echt leer. Dus toen dacht ik, oké, ik zei ook echt tegen mijn moeder, ik wacht tot ze in de sale zijn. En toen was ik ineens met mijn moeder in die winkel, helemaal niet voor deze laars, maar voor iets heel anders. En ik zie ineens dat ze gewoon in de sale zijn, maar ook niet een beetje. Er zat gewoon 50% korting op. Dus ik heb ze voor €25. Nou, ik word hier echt heel blij van. Ja, deze laarzen dus. En ik heb ze dus in een maat... 39, dus ik heb ze wel een maatje groter dan normaal. Ik vind het altijd wel fijn met een hak. En zeker omdat deze ook best wel heel erg smal. Dan vind ik het altijd fijner om gewoon een maatje groter te doen. En ik heb ook best wel gewoon wat bredere benen. Dus dan zit dit ook niet zo strak. Maar ik ben hier zo blij mee. Echt, echt top aankoop. En nou ja, bruin is natuurlijk nu helemaal de kleur. Dus het kan gewoon onder al mijn items die ik heb gekocht in bruin. Toevallig nu niks, maar daarvoor heel veel. Dus ik ben hier echt heel blij mee. En als allerlaatste heb ik laarzen gekocht bij Expo. Ik weet niet of jullie dat kennen. Ik weet ook niet waar dat allemaal zit. Ik weet in ieder geval dat het in Almere zit. En ik had deze laarzen eigenlijk al heel erg veel eerder gezien. En toen keek ik gewoon op de site van Almere. Van waar ze allemaal Black Friday sale hadden. Dat ik een beetje kon weten van oké, wat zijn de saleprijzen. Ik vroeg me ook wel of wat Zara zou doen. Maar daar kwam ik dus pas later achter. En toen zag ik dus dat Expo 20% korting op hun gehele collectie zou hebben. Nou, ik had deze laarzen dus al gezien. Het zijn van die chunky boots, zeg maar. En dan... In het leer en een beetje beige, ja, witachtig. En gewoon helemaal strak. En ze komen zeg maar tot net onder mijn knie. Nou, ik was verliefd. Ik had ze ook over een knie gezien, maar dan waren ze van Suède. En ik vond de leren toch net iets leuker. Nou, dus deze waren eerst €50, heb ik nu voor €40. Er zit nog wel een leuk verhaal aan. Kwam ik in de winkel, laatste paar in maat 38, want dat is mijn vaste maat gewoon. En hadden ze zeg maar gewoon wel, maar dan met een hele mooie vlek erop die zelfs de eigenaar van de winkel er niet af kreeg. Dus ik was natuurlijk echt helemaal van streek. Ik was echt gewoon helemaal verdrietig gelijk. Dus die vrouw zegt, nee, komt goed, we bestellen het gewoon. Hadden ze het besteld, volgende ochtend kon ik het gewoon gelijk ophalen. Dus echt super top. Echt heel blij mee en heel fijn, want ik wou ze eigenlijk sowieso wel halen. Dus nu heb ik er gewoon wat €10 op bespaard. Dus echt heel fijn. Dat waren dan alle items. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Linkjes kan je in de beschrijving vinden voor hoe ver ik ze kan vinden. Want ik heb natuurlijk best wel veel van de dingen gewoon in de winkel gekocht. Dus ik ga kijken of ik ze online kan vinden. En als ik ze niet kan vinden, dan helaas. Maar ik ga mijn best doen voor jullie. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Ik hoop dat jullie een beetje inspiratie eruit hebben kunnen halen. Als je dat hebt gedaan en als je leuk meer video's van me wil zien, abonneer dan graag. En liken kan natuurlijk ook altijd. En laat een leuke reactie achter, want dat vind ik alleen maar leuk. En tot de volgende keer. En ik denk dat het dan misschien wel weer een shoplog is. Want dat is het enige wat ik doe eigenlijk in mijn leven. Dus ja, top!